Bij debatteren zijn natuurlijk je argumenten van belang, maar zeker zo belangrijk is je presentatie. En je presentatie is dan weer op te splitsen in drie onderdelen. Oogcontact, kijk de mensen aan, een goede houding en handgebaren. Kijk de mensen aan die je wilt overtuigen. Veel debaters maken de fout om vooral de opponent te proberen te overtuigen. Maar degene die je moet overtuigen zijn de juryleden. Zij geven de punten, zij bepalen hoe hoog die punten zijn en zij bepalen wie het debat wint. Aan hun kun je zien of ze de wenkbrauwen fronzen of juist glimlachen. Instemmend knikken of star nee blijven schudden. Het zijn allemaal signalen waar je als debater iets mee moet doen. Een tweede element bij de presentatie is de houding. Heb je een houding van, ach, ik sta hier op de bus te wachten en laat ik ook wat zeggen. Of een houding van, ik heb hier absoluut geen zin in. Het werkt direct door en de jury zal dat zien. Als je een positieve houding hebt, aan alles kunt zien dat je dit leuk vindt, dat je uitstraalt dat je achter je punten staat, heeft dat een positief effect op jury en publiek. Denk na over de houding die je aanneemt in het debat. Een derde presentatieelement zijn de handgebaren. Als je je handen gebruikt, kom je vaak beter uit je woorden en komt er effectiever over op jury en publiek. Heel eenvoudig zijn dat tellen van het aantal argumenten dat je hebt. Persoonlijk vind ik dat een heel goed argument, maar gaan wat jullie daarvan denken. Je ziet handgebaren onderstrepen datgene wat je zegt, maak het direct veel overtuigender. Samenvattend zijn er bij de presentatie drie elementen van belang. Kijk naar degene die je wilt overtuigen. Neem een positieve houding aan en maak gebruik van handgebaren. Als je deze video leuk vindt, kun je me hier liken. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.